Vandaag gaan we het hebben over content die ik wel of niet kijk. Kijk, natuurlijk, ik ga niet naar content kijken die bijvoorbeeld voor kinderen geschikt is. Kinderen die net op YouTube komen kijken, die met een iPadje lekker een video zitten maken. Ik heb er niks tegen, maar ik vind het gewoon echt gewoon verschrikkelijk en heel cringe. Vroeger toen ik een beetje spelletjes speelde en klein was, toen had je Funny Games en spellen.nl. Zo, een hele goede morgen, dames en heren. Welkom bij deze nieuwe video. Het is vandaag op opname is het min 2 of min 3, een van die twee. Dus vandaag is het lekker glad en koud. Misschien is de audio een beetje wat gedempt. Dat zou kunnen komen door mijn, mijn mondkap. Mijn kap die ik voor mijn gezicht heb. Dus het kan zijn dat mijn audio gedempt is. Maar dat komt helemaal goed. Ik gooi de filters overheen. Dat is geen zorgen. Het is een mooi wit vandaag. Vandaag gaan we het hebben over content die ik wel of niet kijk. Ja, en iedereen heeft dat. Hè? De ene kijkt bepaalde content wel. De andere bepaalde content niet. Misschien zijn er mensen die jij kijkt die ik niet kijk. Of andersom. Ja, en het eerste is toch. Kijk, waar liggen je interesses? Kijk. Mij ligt het interesse veel bij camera's en bij opname en bij brommers en bij dat soort ongein. Dus ik kijk bijvoorbeeld heel veel filmpjes van sowieso camera's, accessoires, edits, dat soort dingen. En uiteraard kijk ik ook gewoon normale YouTubers hoor, maar daar heb ik het ook al over gehad. Ik kijk niet alle YouTubers, ik vind content gewoon niet dat je echt zegt van ja zo. Dat vind ik heel leuk om te kijken. Kijk, natuurlijk, ik ga niet naar content kijken die bijvoorbeeld voor kinderen geschikt is. Ik kijk veel content. Ik kijk wel een paar Nederlandse YouTubers. Maar ik kijk veel content waarbij speciaal een beetje doelgericht is naar ouderen. Dus ja, natuurlijk, ik kijk ook een paar Nederlandse YouTubers. Maar niet veel. Heel veel zijn het Engelse YouTubers. Daar vind ik net iets fijner naar te kijken. En ik vind het gewoon, ja, veel beter om te kijken, om het zo maar te zeggen. Nou, wat ik ook gewoon niet kijk en wat ik ook wel eens over gehad heb in de video, is content waarbij de maker eigenlijk heel saai is. Dus gewoon als het ware heel weinig zegt of heel weinig interesseert in het onderwerp en ook gewoon niet boeiend vertelt. Er zijn heel veel YouTubers, zowel grote als kleine. Je ziet precies wanneer iemand het leuk vindt om te maken. Zo, voice crack. Je ziet precies wanneer iemand het leuk vindt om te maken en wanneer iemand het, ja, meer doet voor ik maak een filmpje. Want die mensen die praten dan helemaal zo en die gaan dan zo praten, die hebben geen zin meer. Ja, dat is niet leuk. Je moet een beetje, ja, actieve houding, actief praten, dan wordt het de video ook veel leuker van. Want als je 7, 8 minuten... Nou, zo, je moet gaan kijken welke bij deze video. Vandaag gaan we, weet je, dat vind ik niet leuk. Misschien jij wel. Maar nee, ik kijk er niet naar. Kinderen die net op YouTube komen kijken, die met een iPadje lekker een video zitten maken. Ik heb er niks tegen. Maar ik vind het gewoon echt gewoon verschrikkelijk en heel cringe. Nou, je hebt ook van die kinderen, nogmaals, niks naar kinderen gemunt ofzo. En je hebt ook van die Fortnite kinderen. En als jij Fortnite heel leuk vindt, geen enkel probleem, doe het vooral. Ik heb heel veel content gezien waarbij kinderen, echt gewoon kinderen, op Fortnite zitten en dan video's gaan uploaden over Fortnite. Ja, weet je, hey, hun moet ook een doel krijgen en hun moet ook een droom hebben. Maar ik vind die stemmetjes, jongen, van hun, ja, net is het allemaal te schuil en het is het net niet. Misschien als je het goed oppikt, dan weet je ook dat ik geen Fortnite video's kijk. Ik vind het zo verschrikkelijk. En het is niet mijn spel en ik vind het echt niet leuk. En het is niet omdat ik het niet kan, het is gewoon omdat ik het niet leuk vind. Uiteraard zijn er wel spellen die ik gewoon kijk als video. Call of Duty en GTA of iets anders. Dat soort spellen kijk ik uiteraard gewoon wel. En ik denk ook dat Call of Duty is net meer voor ouderen en Fortnite is meer voor jongere mensen. Maar ik vind het gewoon grappig hoe de toekomst en de heden, zeg maar, er nu uitziet. Vroeger toen ik, weet ik nog wel, en ik voelde me nou een beetje oud.
ben ook net 25. Maar vroeger toen ik een beetje spelletjes speelde en klein was, toen had je Funny Games en spellen.nl en had je geen Steam waarbij je spelletjes downloaden en had je geen Epic waar je Fortnite op hebt. Ik vind het wel bijzonder dat de kinderen van nu opgroeien met Fortnite, Call of Duty, GTA, streamers, YouTubers. Ik vind het bijzonder. Maar goed, ik denk dat dat wel een hele leuke afsluiting is. Vonden jullie deze video nou tof? Geef dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van me zien? Abonneer dan op mijn kanaal. En dan zien we elkaar bij de volgende video terug. Hey, hoi hoi!